Ja, daar gaat hij. Oh, schitterend, ja. Zo moet het ongeveer zijn gegaan, nu precies 65 jaar terug, boven wat nu de woonwijk Nieuw Terbregge is, ten noorden van Rotterdam. Waarbij het speciale monument langs de A20 wordt overgevlogen zoals destijds, tijdens de operatie Manna. Ik was niet zo ver dat mijn leven er vanaf ging, dat niet. Maar ik was wel zat, die akelige suikerbieten. De voedseldroppings hebben een onvergetelijke indruk gemaakt. David en Bernie vlogen als Engelse piloten precies 65 jaar geleden over Terbregge. Om onder meer blikken meel en chocola af te werpen voor de uitgehongerde bevolking. The people absolutely were overwhelming. They couldn't do enough for us. People come up to us and say, thank you for saving my mother's life or my life. Or... And that's the way it is. It was, now what's the word for it? It's overwhelming. Vandaag zijn de laatste nog levende Engelse en Canadese veteranen weer even terug in Rotterdam. Waar ze een lezing bijwonen in het Oorlogs- en Verzetsmuseum. De voedseldroppings van 65 jaar terug verliepen overigens niet allemaal even glorieus. Er zijn bijvoorbeeld in Rotterdam een aantal mensen om het leven gekomen. Er zijn in totaal 19 mensen in deze regio omgekomen door vallend voedsel. Toch dragen Bernie en David met trots hun decoraties op het rivier. And this is a medal given to a spy, the government of the Netherlands. Are you proud of that? Very, very proud. That's why I'm wearing it today. Heeft u het nog net zelf meegemaakt? Nee, ik ben precies van 9 maanden en 1 dag na de bevrijding. Geen toeval. Nee, mijn vader heeft 's middags de stad bevrijd en 's avonds moeder.